Waarom duurt dat toch zo lang met die Hornbach? Ja, het duurt met Hornbach veel te lang. We zijn al jaren onderweg. Maar we hebben nu een bestemmingsplan door de gemeenteraad laten vast, is door de gemeenteraad vastgesteld. Waarin het bestemmingsplan en alle zaken die daaronder liggen en bijhoren op een goede en zorgvuldige manier zijn geregeld. En ondanks het feit dat het allemaal zo goed en zorgvuldig is gebeurd, heeft de provincie vandaag toch besloten om een reactieve aanwijzing te geven. En die reactieve aanwijzing hangt samen met het feit dat wij bij de vaststelling van het bestemmingsplan hebben geconstateerd dat er strijd is tussen de omgevingsverordening van de provincie en de dienstenregelingen van de Europese Unie. En dat is een complex verhaal, maar dat heeft ook met name bij de provincie geleid tot de reactieve aanwijzing. En we zijn bezig om ons te beraden hoe we daarop gaan reageren. Zal zeker inderdaad tot extra vertraging leiden. Maar heeft Hornbach nog steeds belangstelling om zich hier te vestigen? Ja, we hebben in het voortraject uitgebreid met Hornbach overlegd. En Hornbach wil, en dat geven ze ook aan, echt naar Almelo. En dat is ook de reden waarom wij als college hebben meegewerkt, of wij als raad, ik moet het anders zeggen, de raad heeft meegewerkt aan de vaststelling van het bestemmingsplan. Dus ook de raad ziet Hornbach graag komen. Het geeft invulling aan de regionale functie die wij hebben als Almelo. Het is een voorziening niet alleen voor alleen onze eigen inwoners, maar ook voor de inwoners van de omliggende gemeenten. En daarom is het een hele waardevolle aanvulling voor de gemeente Almelo. Ja, nu zijn er een paar tegenstanders, onder andere Gamma en Praxis en dan de mensen in de binnenstad. Die vinden dat sommige dingen beter in de binnenstad gesitueerd kunnen worden. In de binnenstad richten we ons toch vooral op het gezellig winkelen en het beleven van onze mooie binnenstad. En mensen gaan met een hele andere reden naar Hornbach toe. Mensen gaan met een hele andere reden naar de Lifestyle Boulevard toe. En we hopen eigenlijk stilletjes dat dat mogelijk ook dan een aanleiding is om een keer door te rijden naar het centrum. Maar elke reden die iemand heeft om naar Almelo te komen, vinden wij al een goede reden. En weet je, de een komt naar Almelo voor opleiding, de andere komt naar Almelo voor het ziekenhuis, de volgende komt naar Almelo voor Hornbach, de andere komt naar Almelo voor de Lifestyle Boulevard. En er komen ook een heleboel mensen naar Almelo voor ons hele gezellige centrum. En dat zijn we nu enorm aan het ontwikkelen. We hadden dit jaar de opening willen doen van de binnenstad. Daar hadden we willen vieren dat de haven klaar is. Daarmee hadden we ook nog een keer Almelo heel nadrukkelijk onder de aandacht kunnen brengen bij de inwoners van onze buurgemeente. Ik hoop nu dat we dat volgend jaar kunnen doen. En dat we daarmee dan ook samen met de ondernemers erin slagen om het aantal bezoekers van de binnenstad weer verder te verhogen.